op weg naar de finale. Madonna, ja. Het gaat aanstaande zaterdag gebeuren. En gisteren, ja, nou ja, wie heeft het niet gezien in Nederland? Natuurlijk de tweede halve finale met Duncan Lawrence, die daar het liedje weer neelde. En hij is er lekker vroeg bij. En dat vind ik best knap. Want hoe laat lag je erin, Duncan? Ik lag er ongeveer 4 uur in, ja. Ja, wat gebeurt er daarna dan allemaal nog? Hoe laat is het hier lokale tijd afgelopen dan? Dat de uitslag bekend is? Volgens mij was dat om 12:30. Ja. Zoiets. En dan heb je 10 minuten om te kleden. En dan ga je naar de persconferentie. Ja. En die duurt ook ongeveer 1 uur, 1.5 uur. En dan naar het hotel. Dan lig je er redelijk laat in. Maar ik denk dat je heel blij bent. Ja, ik ben heel blij. Hoe ging het gisteren? Hoe zat je er zelf in? Je zat achter die piano en hoe voelde het? Nog rustiger als normaal. Ik was gewoon echt. Het was eventjes de eerste woord dat ik dacht: oké, ik voel zenuwen, maar dat is goed. Mm-hmm. En toen woep, ging het weg en toen kon ik volledig genieten. Dus dat is heel fijn. Wauw, want dat is het allerbelangrijkste. Dat hoor je ook altijd. Ja, echt, ga genieten. Als je dat genieten eenmaal te pakken hebt op het podium, dan is het lekker. Ja, ja zeker. Speel je trouwens ook echt op de piano de akkoorden? Want voor mij laat de camera wel net echt iets zien. De akkoorden, inderdaad. En het is af en toe wel heel lastig, omdat je dat niet direct terugkrijgt te horen. Nee, precies. Nee. Dus het kan zijn dat ik hier en daar denk, oh ja, dat, zeg maar. En dan zie je mijn schouder even zo gaan. En dan, dit akkoord. En dan, zou je het liefst gewoon echt spelen? Als je de keuze zou hebben? Ja, ik zou het liefst echt spelen, meespelen. Maar ja. Ben je sowieso pleiter van een songfestival waarbij alle instrumenten gewoon ook echt live worden gespeeld? Nee, dat zou echt een grote chaos worden, denk ik, vanuit allerlei landen. Ja, zo kun je het ook zien. Ja, nee, weet je, dat kan. Ja. Snap wat je bedoelt. De muzikanten zijn. Meer ook vanuit de productie lijkt me dat echt een hel om dat te organiseren voor 41 landen achter elkaar. Dat is ook wel zo. Dus ik denk dat het met een hele goede reden is dat het gebeurt. Ja, dat geloof maar goed, ik ook het is wel eventjes afzien als je inderdaad geen direct geluid van je piano krijgt. Ja. Het enige akkoord wat ik hoor is als ik mijn oortje van tevoren uitgooi en dan. Ja, want je hoort een soort van aftel-dingetje of zo, toch? Voordat het liedje begint. Ja, klopt. Ja, nou, je hoort is die. Dat dingetje. Van het songfestival, ja. En dan gaan die lampen branden. En dan de boven, die driehoeken, dat wordt dan de vlag heel eventjes. En dan 1, 2, 3, 4. En dan begint je. Wauw, dat horen we. Krijgen we allemaal niet meer mee. Nee, gelukkig niet, joh. Dat wordt er veel minder mooi van. En wat ga je vandaag doen? Wat is de planning? Want je moet nu. Het is bizar. Je ligt er dan om 4 uur in. Maar je staat hier alweer strak om 9 uur. Of tenminste 10 uur lokale tijd. Hier sta je alweer in de studio. Wat ga je vandaag doen? Ik ga vandaag repeteren. Dus dit is natuurlijk de eerste keer dat ik de finale volgorde. Of dat we de finale volgorde ook gaan aanhouden. Ja. Plus de opening van de show. Dus dat moet allemaal eventjes doorgelopen en gerepeteerd worden. En vanavond is het om 10 uur weer de hele doorloop. Dan is de juryfinale. Ja. Ik begreep het, dat vind ik wel heel knap. Want je bent heel veel daar in die zaal daar. Je moet repeteren is hier het codewoord ongeveer. Ja. Maar kan jij een beetje slapen dan? Heb je een beetje tussentijd de mogelijkheid? Ja. Ik zou niet kunnen slapen als ik überhaupt een bed kreeg daar. Jij wel? Ja, nee, ik wel. Er staat gewoon een bank in mijn kleedkamer. En ik heb het hele bed hier van het hotel gewoon meegenomen. En, oh, echt? Ik maak het mezelf heel erg gemakkelijk in die kleedkamer. Dus dat is heel chill. Wat lekker. Nou, je moet die kant op, je moet zo de bus in gaan stappen. Te gek dat je even niet weet hoe het was. Ja, en, dankjewel. Ik wens je heel veel succes voor de komende dagen. Dit is de laatste show die wij hier maken. Okay. Dus we spreken je zaterdag niet meer voordat je die kant op gaat. Dat is het laatste keer. Maar we wensen je ongelooflijk veel succes. Dankjewel. Heel erg veel plezier. En te gek dat je iedere dag langs kwam. Dankjewel. Ken je dit liedje? Ja, die ken ik, ja. Gewoon wat leuk. Dankjewel, man. Kan ik wakker worden? Ja, precies. NPO Radio 2.